Goedemorgen allemaal, welkom in dit webinar. 3 minuten later, maar we zijn talrijk aanwezig, meer dan 60 deelnemers vandaag. Heel even, alvorens we starten, wie gaat u vandaag zien en horen? Erik van den Broele van Graydon Belgium, Reginald Nobels van Emasphere en mezelf, Patrick Dalle van Isabelle Groep. Praktische details. Deze webinar zal ongeveer 45 à 60 minuten duren. Op uw scherm vindt u 2 belangrijke knoppen als u met uw muis hovert. U vindt een chatknop. Met die chatknop kan u aan ons, de panelleden, eigenlijk technische problemen melden of gewoon een berichtje sturen. Maar daarnaast heeft u ook een Q&A-knop. Die Q&A-knop is belangrijk omdat u met die knop eigenlijk vragen kan stellen tijdens de presentaties. Om praktische redenen bent u gemute, dus wij horen u niet. Maar wij zien uiteraard uw Q&A wel, uw vragen. Deze vragen worden op het einde van het webinar behandeld. Dus, en de vragen die niet kunnen behandeld worden online, worden ongetwijfeld achteraf via e-mail aangekaart. Dus belangrijk, interactief, is helaas moeilijk nu gezien het aantal deelnemers, maar online kan u wel deze interactiviteit simuleren. Op de agenda vandaag een heel korte inleiding over Isabelle Groep en waarom we hier zijn met Emasphere en Graydon. Vervolgens krijgen we Erik van den Broele, die zal praten over het nieuwe normaal voor de onderneming na COVID-19. Dan krijgen we een illustratie door Emasphere, een partner, IT-partner van Isabelle Groep. Die zal praktisch tonen hoe je cashpositie op een proactieve manier als onderneming kan beheren. En tenslotte voorzien we tijd voor de Q&A waar ik net over sprak. Maar heel kort over Isabelle Groep. Waarom zijn we vandaag hier? Iedereen kent Isabel als de fabrikant van een multibanking, een e-banking toepassing, vandaag Isabel 6. De scope van de activiteit van Isabel Groep is echter veel breder en situeert zich rond 3 domeinen. Het domein betalingen, waar we met Isabel 6 uiteraard bekend zijn bij meer dan 30.000 bedrijven in België. Het domein identiteiten, wij bieden een oplossing voor digitale handtekeningen, Sign Here. Maar ook Trulius, een digitaal bedrijfspaspoort waar u in de komende maanden nog heel veel over zal horen. En tenslotte rond het domein documenten, denk maar aan het elektronische facturatie. En dat betekent dat we eigenlijk als doel hebben als Isabelle Groep om de fricties weg te nemen in het ganse financiële traject van een onderneming. En dat gaat van het ondertekenen van een contract, bijvoorbeeld de digitale handtekening, tot en met facturatie, tot en met de integratie van documenten, bijvoorbeeld facturen en betalingen in een boekhoudsysteem. Over betalingen, Isabel 6, tot en met reporting en dashboarding. En dat is net waar Emasphere een voorbeeld van is, onze partner, die kijkt hoe we de financiële situatie van een bedrijf proactief kunnen monitoren. En dat was eigenlijk de inleiding over Isabel. Dus ik stel voor dat Erik nu als eerste de presentatie, het eerste onderwerp van de dag, aankaart. Goed, dankjewel. Ik ben bezig met scherm aan het delen. Dat is ondertussen gebeurd. Goedemorgen allemaal. Even mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Erik van den Broele. Ik leid sinds jaar en dag onderzoek en ontwikkeling bij Graydon. Dat wil zeggen dat ik vooral betrokken ben bij het ontwikkelen van alle soorten van algoritmes die een zeer breed werkterrein beslaan. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, gaat het niet alleen over systemen die data interpreteren
met betrekking tot financiële gezondheid van ondernemingen. Maar evengoed bijvoorbeeld werken we samen met heel wat bedrijven in het kader van fraudedetectie. Werken we samen met politiediensten in het kader van misdaaddetectie. Ontwikkelen wij algoritmes die betrekking hebben op het voorspellen van het ontstaan van burn-outs in ondernemingen en dergelijke meer. Dus het is inderdaad een zeer breed werkterrein. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Waarover wel zeer concreet, u ziet het aan de titel, over de schokbestendigheid van de ondernemingen. Een stukje onze rol daarin en hoe we ook u daarin voor een stuk kunnen documenteren. Wat ga ik met jullie doen? Ik ga drie dingen doen. In eerste instantie ga ik heel kort een paar dingen vertellen over onze organisatie, over de data die wij bestrijken en dat soort dingen. In tweede instantie zal ik het hebben met u over de schokbestendigheid en alle waarnemingen daar rond. En in derde instantie zal ik dan heel kort toelichten op welke manier wij ook uw vragen met betrekking tot die schokbestendigheid van ondernemingen kunnen ondersteunen. Goed, ik zal eraan beginnen en ik ga iets doen wat helemaal niet gebruikelijk is en wat ik normaal nooit doe. Ik zal eens een slide letterlijk voorlezen, gewoon om een beetje te situeren in welke richting u Gedon best ziet. Hè. Dus, ik lees voor. Gedon verwerkt in essentie grote hoeveelheden data en puurt daar allerhande waardevolle conclusies uit die veel verder gaan dan louter economische of financiële inzichten. Heb ik zo pas al een stukje geïllustreerd. Op basis daarvan nemen zowel ondernemingen als overheid betere, zakelijke, strategische of maatschappelijk sturende beslissingen. Gedon heeft als missie een speelveld te creëren waarin bedrijven floreren, economieën welvarend zijn en, ik ga er onmiddellijk bij zeggen, een zeer belangrijk aandachtspunt bij ons, en het maatschappelijk weefsel kwalitatief sterker en eerlijker wordt. Ik mag zeggen dat we ons volledig inschrijven in de idee van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij volgen geen bestaande paradigma's, maar bouwen mee aan nieuwe. Dat is een onrechtstreeks referentie aan de geschriften van Carlotta Perez, misschien wel bekend bij jullie. Goed, laten we even erop ingaan. Dus zoals ik zei, eerst iets over de context, dan over de opbouw van de toepassingen zelf, het bredere terrein ook en dan tenslotte zeer concreet wat we voor jullie kunnen doen. Heel kort iets over de dingen die wij doen in ons bedrijf om u duidelijker te maken in welke richting wij kunnen werken ook in deze materie. Ik zeg er onmiddellijk bij, ik kan hier uren over praten, dus ik zal dat proberen zeer snel samen te vatten. Kijk, het zenuwcentrum van ons bedrijf, en ik kies mijn woorden, ik zeg niet het hart van ons bedrijf, het zenuwcentrum van ons bedrijf zijn eigenlijk enorme databanken die betrekking hebben op data op alle ondernemingen in België. Met alle bedoel ik zowel de eenmanszaken als de vennootschappen, als de VZW's, als overheidsinstellingen en dergelijke meer. Wij verzamelen op een continue wijze alle mogelijke data die daarover beschikbaar kunnen komen. En dat begint natuurlijk met heel wat data die u even goed kunt verkrijgen. Data die we terugvinden in de KBO, dus de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Data die wij verkrijgen via de Nationale Bank van België. Data die te maken hebben met alle soorten van licenties die uitgevaardigd worden door verschillende ministeries. Eventueel schrappingen van die licenties en dergelijke meer. Wij verwerken dat dus continu en volautomatisch. En in die zin zou je ons een beetje kunnen zien als een soort van een bibliothecaris. In die zin, ik heb het al gezegd dat u al die data zelf zou kunnen verkrijgen. Alleen is het zo, dat weet u, dat als u zelf op zoek gaat naar de data over een dergelijk bedrijf, dat u gemakkelijk een dag zoet bent, terwijl u dat via onze systemen met de druk op de knop kunt verkrijgen. Maar zoals ik zei, wel het zenuwcentrum van het bedrijf, niet het hart van ons bedrijf. Maar wat stellen we vast? Dat is dat als we uit die officiële data conclusies willen trekken, wel dat die conclusies nogal een mager beestje zouden zijn, om de eenvoudige reden dat die data toch heel wat gebreken vertonen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat als je een balans bekijkt, een jaarrekening, wel dat dat ding meestal toch al minstens een maand of 6, 7, 8 oud is en zeker in huidige omstandigheden meer dan versleten. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat als je, ik zal onmiddellijk een extreem voorbeeld nemen, een faillissement moet vernemen uit het Belgisch Staatsblad bijvoorbeeld, wel dat om te beginnen al een heel deel van die faillissementen toch met een behoorlijke vertraging in dat staatsblad verschijnen. En bovendien, dat stellen we nog altijd vast, dat 3 tot 4% van de faillissementen gewoon nooit in dat staatsblad verschijnen. En zo ook met vele andere dingen. Dus gaan we daar bovenop, leggen we daar een niet onbelangrijke laag bovenop.
Wij zijn bijvoorbeeld, en ik kies mijn woorden, het enige instituut in België dat 40 mensen te werk stelt, die niks anders doen dan al die data die binnenkomen bij ons continu corrigeren en verbeteren. Dat wil dus zeggen dat die data van een stuk hogere kwaliteit zijn, dat we daar ook veel meer mee kunnen doen uiteindelijk. Maar we gaan veel verder dan dat. Hè. Ik ga u een voorbeeld geven. Zo bijvoorbeeld sturen wij dagelijks mensen naar verschillende rechtbanken om daar alle soorten van vonnisdata te verkrijgen of dagvaardingsdata. Ik denk aan de RESCIT, maar ook aan andere zaken. Zo bijvoorbeeld hebben wij contacten met duizenden bedrijven die ons systematisch hun aging listings doorgeven. Met andere woorden, een copy-paste van een deel van hun boekhouding waarin ze gewoon rapporteren wie hun klanten zijn, wat de bedragen zijn die zij factureren op een gegeven ogenblik, wat de vervaldata zijn en wanneer dat die facturen worden betaald. Enzovoort, enzovoort. Dus met andere woorden, bovenop die officiële laag leggen wij een laag van efficiëntie, sneller zijn en, laten we zeggen, heel wat aanvulling. En zo kennen de meeste mensen ons bedrijf al een eeuwigheid. Alleen is het zo dat we de afgelopen 10 jaar enorm geëvolueerd zijn. Om te beginnen is het zo dat we heel wat nieuwe datasets hebben aangeschakeld. Ik ga daar nu niet te diep op in. Maar anderzijds hebben we ons ook heel sterk gaan concentreren op de mogelijkheden die de hedendaagse technologie ons geeft. En dan denk ik natuurlijk enerzijds aan alles wat te maken heeft met de verkenning van de big data. Maar anderzijds ook van wat we noemen community data. Ik leg dat even uit. Kijk, wij hebben, meen ik te mogen zeggen, toch wel een grote vertrouwensrelatie met heel wat bedrijven in België. Zeer vaak niet met de kleinste. En die bedrijven zelf hebben heel vaak heel sterke en goed uitgebouwde datasets. Heel concrete datasets ook. Zij zijn heel vaak bereid om die datasets met ons uit te wisselen. In tegenstelling tot het feit dat ze niet met hun concurrenten willen uitwisselen, om begrijpelijke reden. Zij doen dat met ons omwille van die vertrouwensrelatie en rekenen er dan op dat we met die gemeenschappelijke data, zeer vaak in data van verschillende bedrijven in dezelfde sector, opnieuw algoritmes ontwikkelen die specifiek hun kunnen verder helpen in het ontwikkelen van strategische visies en dergelijke meer. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Ik wou het gewoon even situeren. Laat ons nu echt het thema van de dag aanvatten. Kijk, eigenlijk is alles begonnen wat mij betreft in, op 22, wat was het weer, 22 maart 2016. U herinnert zich ongetwijfeld de datum, de aanslagen in Brussel. Ik ben toen vrij snel gevraagd om daar een aantal waarnemingen te doen, zowel voor overheid als voor pers. En ik geef eerlijk toe dat ik toen begonnen ben zoals, ik zou zeggen, elke analist, met andere woorden. Ik ben de bedrijven in Brussel gaan bekijken. Ik heb dat gaan analyseren op wat ik zou noemen klassieke methodes die u allemaal kent. Heel kort door de bocht, u weet het, liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, toegevoegde waarde, dat soort van dingen. Om dan van daaruit te zeggen van kijk, ja, dat is het probleem dat zich stelt met die aanslagen, ja of nee. Het enige probleem is dat ik na een aantal weken plots begon door te hebben, maar ik ben hier eigenlijk de volledig verkeerde vraag aan het beantwoorden. Want de vraag is niet: was een bedrijf voor de crisis gezond en zal hij dus gemakkelijk door die crisis komen? In Brussel zagen we toen op kleine schaal wat nu op veel grotere schaal gebeurt. De vraag is eigenlijk, en ik zal een metafoor daarvoor gebruiken, stel dat we de bedrijven allemaal nu in ijskoud water zouden smijten. Wat is dan het vetgehalte dat ze hebben om die periode van ijskoud water te kunnen overleven? Het zij opgepikt te worden door het reddingsschip, het zij zelf de kust te bereiken. Dus dat is eigenlijk een heel andere manier van benaderen. En het is zo dat wij dan de jaren erop heel sterk geweekt hebben om een model te ontwikkelen die het mogelijk maakt om de situatie van ondernemingen te gaan bekijken in wat we gaan noemen zijn een economie in discontinuïteit. Ik denk dat ik het begrip zelfs niet meer moet uitleggen. Ik denk dat u allemaal zeer goed weet dat wij heden ten dagen leven in een dergelijke economie in discontinuïteit. We spreken van de 90% economie. Voor sommige bedrijven is dat nog altijd een 0% economie. En de waarheid is dat voor heel veel bedrijven er een omzetverlies is van ruim 30%, nog altijd vandaag de dag.
Goed, ik ga niet te technisch worden. Daar is het tijdsbestek iets te ging voor vandaag. Mensen die echt een meer technische uitleg zouden willen hebben, zou ik willen wijzen naar een aantal webinars die we een maand of drie geleden georganiseerd hebben samen met ITA. ITA is de beroepsfederatie van accountants en belastingsconsulenten, waar we een stuk technische uitleg hebben gegeven. Waar komt het eigenlijk om neer? Ik zal zeer sterk samenvatten. Dat is dat we inderdaad vertrekken vanuit de gegevens die bestaan van bedrijven. Dus laat ons maar zeggen voor diegenen die een jaarrekening publiceren, vanuit de jaarrekening die, ik zeg het er onmiddellijk bij, inderdaad oud en versleten is. Wat doen we zeer concreet? Wij hebben een methode ontwikkeld, gebaseerd op redeneringen rond de liquiditeit van het kapitaal, waar we zeer concreet gaan kijken, van kijk, vlak voor de crisis, op basis van die laatste jaarrekeningen, wat is eigenlijk dat bedrijfskapitaal dat aanwezig is in een onderneming? Eén. Ten tweede, wat is de normale behoefte bedrijfs aan kapitaal? En als gevolg daarvan, door die twee elementen van elkaar af te trekken, bekom je in het ene geval een cash reserve, met andere woorden een reserve die dat vetgehalte die ondernemingen hebben. Of anderzijds, als er daar al een mingetal zou staan, een injectiebehoefte. Dus het antwoord op de vraag, wat is de injectie in cash of in kapitaal die een bedrijf nodig heeft om een verdere periode te kunnen overleven? De kritiek is natuurlijk van, maar dat is op basis van oude jaarrekeningen. Dat is waar, hè? Dat is ook maar de eerste stap. De waarheid is dat zelfs zo'n oudere jaarrekening, als je een evolutie van een bedrijf gaat bekijken, dat misschien op een jaar tijd, twee jaar tijd, 1 of 2 of 3% kan schelen, maar niet onmiddellijk een enorme divergentie gaat vertonen. Dus laten we zeggen dat die schatting toch wel op, laten we zeggen, een redelijke basis gebeurt. Maar dan zaten we met een probleem. Hè? Dus tot hier toe zat die redenering goed. Maar we hadden vrij snel door van verdorie. Er is één zaak die we echt moeten weten om die discontinuïteit te kunnen meten. En dat is eigenlijk, wat is zeer concreet de omzet van een onderneming? En u weet of u weet niet, maar in België zijn er ongeveer 420.000 bedrijven die een jaarrekening publiceren. Slechts 40.000 daarvan publiceren ook een omzet. De rest doet het niet. Nochtans was die omzet fundamenteel. Vanaf 2017 is een hele ploeg data scientists bij ons aan het werk getogen om inderdaad een model te ontwikkelen die het mogelijk maakt om effectief die omzetten van die bedrijven te gaan berekenen. Ik ga opnieuw niet te diep in op die methodologie. Ik ga onmiddellijk daar een stuk over. Ik zal het momenteel samenvatten als in 2018 waren we in staat, vanaf dat ogenblik waren we in staat, om voor elk bedrijf dat een jaarrekening publiceert, met andere woorden de 420.000 bedrijven die een jaarrekening publiceren in België, met een vrij grote nauwkeurigheid die omzet te kunnen bepalen. Tests achteraf hebben aangetoond dat die omzetinschatting, ik heb het al gezegd, behoorlijk correct blijkt te zijn, aangezien dat voor 92% van de populatie uiteindelijk een deviatie vastgesteld wordt van minder dan 5%. Dus ik denk dat dat een vrij degelijk iets is. Maar dat is nog altijd een basis voor alle duidelijkheid. Wat doen we dan? Wel, ik kom terug op het schema van zo pas waar we nu iets verder gaan. Wat kennen we nu? We kennen die cash reserve enerzijds, of indien dat al het geval zou zijn, die injectiebehoefte. Dat is zelden het geval, basic. We kennen de normale omzetten van een bedrijf. En dan hebben we een hele set waarnemingen op poten gezet, die echt, ik zou bijna zeggen, van dag tot dag gaan waarnemen. En wat gebeurt er nu eigenlijk tijdens deze crisis? Ook dat heeft een evolutie gekend. Ik zal daar niet op ingaan. Laten we het zo zeggen dat we op dit ogenblik opnieuw via een aantal modellen die gebaseerd zijn op het betaalgedrag dat ik zo pas genoemd heb, die wij binnenkrijgen, ja, op een zeer nauwkeurige manier kunnen inschatten en dat per sector om NAC code 5 niveau, voor de mensen die het begrip niet kennen, NAC code 5 betekent dat je dus de economie opdeelt in activiteitssectoren, ja, in totaal ongeveer 999, ik zeg ongeveer, maar dat is het ook, verschillende sectoren, activiteitssectoren, waar je bijvoorbeeld perfect het onderscheid kunt maken tussen een café en een bar, een hotel, een discotheek en dergelijke meer. Dus een methode die continu waarneemt op welke manier op dit ogenblik de omzetten in bedrijven evolueren. Die waarnemingen worden ook om de 2 weken in het systeem ingevoerd, ook vandaag de dag nog. Ja? Wat betekent dat dus zeer concreet? Dat wij vanuit die oorspronkelijke cash reserve of reeds oorspronkelijke injectiebehoefte
telkens opnieuw om de 2 weken inbrengen van tja, wat is de feitelijke evolutie van de huidige omzetten van de ondernemingen. Uiteraard houden we dan rekening met het feit dat ze ook hun kosten kunnen verminderen. De variabele kosten. U weet als voorbeeld dat technische werkloosheid wat betreft een belangrijk hulpmiddel is. We kijken naar welke vaste kosten er overblijven. En dan wordt ook systematisch die vaste kosten afgetrokken van die cash reserve of van de of bijgeteld bij de injectiebehoeften. Bovendien brengen wij voortdurend elke nieuwe overheidsmaatregel op federaal en op regionaal niveau in het systeem en kunnen wij die overheidsmaatregel toe aan de individuele bedrijven die er recht op hebben. Met andere woorden, het model geeft eigenlijk een aantal conclusies. Een eerste conclusie is een score die ons vooral de mogelijkheid geeft om een aantal zaken op geaggregeerd niveau te systematiseren, ik zou zeggen te visualiseren. Het belangrijkste element dat uit het systeem naar voren komt, is een bedrag. Met andere woorden, we zeggen van kijk, nu op dit ogenblik heeft een bedrijf individueel zo'n injectie nodig aan cash of aan kapitaal om te kunnen overleven voor een volgende periode. En bovendien maken we inschattingen in verband met de evolutie van tewerkstelling. Niet onbelangrijk. Het model was zo goed als klaar rond 12 maart. Op 12 maart hebben wij besloten om een versnelling hoger te schakelen. Hebben wij eigenlijk heel wat ontwikkelingen binnen ons bedrijf platgelegd om ons volledig te concentreren op de verdere en definitieve ontwikkeling van het model zelf, die toen dus in opbouw was. De donderdag erop hadden we eerste resultaten. Toevallig kregen we die dag een telefoontje van de Tijd en Lico. Die vroeg, hebben jullie iets? Antwoord ja. Ze hebben de zaterdag erop de eerste resultaten gepubliceerd. Diezelfde zaterdag, ik als ik me niet vergis, 19 maart, om 10:00 kreeg ik een telefoon van Koen Vallon en Serge Moulin en Tom Fijs, de mensen achter de eerste ERMG, dus Crisis Task Force. Die vroegen, wat heb jij gedaan? Ik leg hen dat op 20 minuten uit. Die zijn zo wat omvergevallen, en ik overdrijf niet. Die hebben letterlijk uitgeroepen van, hoe is het mogelijk? Wij zijn hier nog bezig met wat jij noemt klassieke methodologie. En je toont op 20 minuten aan dat we volledig fout zitten. Om een lang verhaal kort te maken, diezelfde avond zijn we gevraagd om toe te treden tot de taskforce. En sinds die dag leverden wij alle basiswaarnemingen en conclusies die te maken hebben met de impact van de crisis op de bedrijven en ook vooral wat je ermee kunt doen. En sinds die dag zijn we voortdurend ook betrokken met gesprekken met verschillende overheidsinstellingen om dat te begeleiden. Diezelfde dag is besloten om 2 richtingen uit te gaan. 1 ploeg mensen bij ons is zich heel sterk gaan concentreren op het verder uitbouwen van het model volgens het principe van de continuous improvement, het voortdurend bijschakelen van nog andere data, het verder verfijnen van het systeem en dergelijke meer. En een andere ploeg heeft zich geconcentreerd op het uitbouwen van een aantal web-based platformen die precies de toepassingen of de resultaten van dat model toegankelijk maken. Eigenlijk 2 grote groepen platformen. 1 groep platformen die volledig gericht is op de overheid. De overheden, dus zowel op federaal, regionaal als op stedelijk niveau, kunnen in zeer diep detail gaan kijken van tja, wat is de impact van die crisis, wat zijn de behoeftes, op welke manier moeten wij daarin spelen en dergelijke mee. Straffen zelfs, ze kunnen komende maatregelen al simuleren. En daar heb je een platform dat vooral gericht is op het ondernemingsleven, waar ze bijvoorbeeld een eigen klantenportefeuille kunnen invoeren om te kijken van tja, hoe zit dat in die klantenportefeuille, hoe is dat opgebouwd. Ik ga er opnieuw niet op in. Naast die ene score is een 2e score gebouwd die zeer concreet dezelfde antwoorden geeft op niveau van die bedrijven die geen jaarrekening publiceren, namelijk de eenmanszaken en laten we zeggen een aantal vennootschapsvormen die geen publicatieplicht hebben. Ik ga daar niet te diep op in. Het volstaat hier om te zeggen dat de 2 scores uiteraard gematcht zijn en dat het resultaat in het platform zelf leidt tot 1 enkel type score waar de 2 perfect op elkaar zijn afgestemd. Goed. Nog een puntje dat u moet weten, en dat is niet onbelangrijk, dat is dat we op 12 maart, u weet nog, de dag dat we beslist hebben ons bedrijf om te vormen tot War Room, zal ik maar zeggen, hebben we ook beslist om op die dag een copy-paste te nemen van onze volledige datasets, inclusief de conclusies die we toen hadden, in kader van bijvoorbeeld de gezondheid van de ondernemingen op dat ogenblik. Dat wil dus zeggen dat we een duidelijk zicht hebben op de historiek en weten welke bedrijven op 12 maart gezond waren of niet gezond. Neem dat even mee, dat komt nu ter sprake.
Zeer concreet, wat betekent dat? En ik toon het hier schematisch. U ziet hier wat wij noemen een nine grid. Een nine grid die net de bedoeling heeft om op een visuele manier te tonen wat de situatie is van een ondernemingslandschap in België. Ik zal zeer eerlijk met u zijn, dit zijn cijfers van ondertussen enkele weken geleden. Ik kan u nog geen nieuwe geven, om de eenvoudige reden dat we daarmee uitkomen samen met het VBO volgende week maandag. Dus ik zou u willen uitnodigen om de resultaten van die persconferentie de dag nadien in de kranten te lezen of de dag zelf op de websites. Er zal trouwens ook een uitgebreide whitepaper ter beschikking zijn. Maar goed, laten we even hierop ingaan. U ziet een nine grid met twee assen. Laten we beginnen met de horizontale as. Dit is de as waar we de toestand van de bedrijven terugzien op 12 maart. De horizontale as, dus dat leest zich in kolommen. Laten we even de linkerkolom bekijken en dat samenvatten. U ziet dus in de linkerkolom dat wij melding maken van 4,9% bedrijven in België die net voor de crisis dusdanige moeilijkheden hadden dat je kunt veronderstellen dat het faillissement nakend was. Dat is een klassiek cijfer. Wij zien dat al jarenlang. Dat evolueert lichtjes naar gelang hoog- of laagconjunctuur. De rechterkolom, segmenten 3, 6 en 9, vertegenwoordigt die bedrijven die pre-crisis gezond, matig gezond tot zeer gezond waren. En als u dat samentelt, dan zult u zien dat dat de 90% van de bedrijven in België benadert. De middenkolom vertegenwoordigt die bedrijven die voor de crisis, ik zou zeggen, toch problemen kenden, maar niet dermate dat we nakend faillissement konden verwachten. Eerlijk, ik beschouw ze eerder als dichter aanleunend bij de linker dan bij de rechterkolom. Maar tot daar. Dan heb je de verticale as, de y-as. Wel, dat geeft precies de resultaten weer van het schokbestendigheidsmodel. Met andere woorden, dat geeft het antwoord op de vraag: wat is de impact van deze crisis tot op vandaag op het bedrijfsleven in België? En ik zeg het bedrijfsleven omdat we het hier geaggregeerd zien. Nog eens, dit kan even goed door het systeem uitgespuwd worden voor een individueel bedrijf. De onderste lijn zijn vertegenwoordigd die bedrijven die zeer zwaar geïmpacteerd zijn door de crisis, met andere woorden, die op dit ogenblik zeer duidelijke en zeer directe injectiebehoeftes hebben, die niet verder kunnen overleven zonder verdere maatregelen, zonder verdere steun of injecties vanuit het bedrijfsleven zelf of vanuit de particuliere sector. De bovenste lijn zijn dan die bedrijven die dermate veel reserves hebben dat ze nog een ruime tijd kunnen overleven. En dan zie je toch een aantal bijzondere fenomeen. Natuurlijk, nog eens, ik wijs erop, niet volledig in tijd op dit ogenblik, dat komt maandag. Maar wat zien we hier op deze tabel of op deze grafiek? Ik richt onmiddellijk de aandacht op een aantal pijnpunten. Om te beginnen kijken we even samen naar segment 3, dus rechtsonder. Daar ziet u dat van al die bedrijven die pre-crisis gezond waren, wel dat er 16% van de totale ondernemingspopulatie op dit ogenblik in dusdanige moeilijkheden verkeert, en ik druk daarop, uitsluitend door de effecten van de crisis zelf en niks anders dan dat, in dermate zware moeilijkheden verkeert, dat we terecht mogen vrezen dat eens dat het moratorium op faillissementen wordt beëindigd, en dat is 31 januari, dat deze bedrijven wel degelijk, falingsklaar zijn. Dus er zijn dringend maatregelen nodig om dat verder tegen te gaan. Ik kom daar straks op terug. Omgekeerd, en dat is een beetje cynisch, zien we dat een aantal bedrijven, 2%, kijk naar segment 7, wel eigenlijk door de crisis zelf er momenteel beter voor staan, misschien op papier, dan voor de crisis. Voor de crisis waren moeilijkheden en nu zijn ze er eigenlijk een stukje uit. Een beetje een bizar fenomeen, maar het is inderdaad zo dat een aantal maatregelen geleid hebben, ik zou zeggen, tot een steun aan bedrijven die dermate ongezond waren. Een steun die hen nu, laten we zeggen, wat meer ademruimte heeft. Je zou je kunnen afvragen of die bedrijven zouden moeten gesteund worden. En ik laat de opinie in het midden op het ogenblik, ik stel gewoon de vraag. Dat wat betreft het aantal bedrijven. Ik zei u ook zeer concreet dat wij ook de injectiebehoeftes berekenen, dus in euro's. En u ziet hier hetzelfde gebeuren. Als wij als maatschappij bereid zijn op het segment 3 uit de knoei te helpen, dan moeten we beseffen dat er op dit ogenblik 68 miljard nodig is om die bedrijven verder te helpen, enerzijds.
Anderzijds zagen we, dat is ondertussen wat geslonken, dat die bedrijven die in segment 9 zitten, dus die bedrijven die pre-crisis uitermate gezond waren en bovendien over zeer ruime reserves beschikken, dat die samen beschikken over hier nog 1113 miljard. Vandaar dat u regelmatig berichten ziet die wij heel sterk ondersteunen, waarbij we heel sterk pleiten voor het ontwikkelen van systemen via fiscale voordelen en dergelijke meer, waar bedrijven die over ruime reserves beschikken, zeer concreet worden gestimuleerd om te gaan investeren in die bedrijven die in de segmenten 3 en 6 zitten. Maar daar zult u maandag of dinsdag nog heel wat meer over lezen. Ik zou ook even de aandacht willen vestigen op het feit dat het probleem zich niet, zoals de pers soms laat uitschijnen, zich uitsluitend situeert in, laat ons zeggen, de horeca, de evenementensector en dergelijke meer. De problematiek is zeer breed verspreid. U ziet zelfs bijvoorbeeld de chemie als sector terugkomen daarin. Neem niet kwalijk, de chemie. Als sector erin terugkomen, de farmaceutische industrie tot een bepaalde hoogte. Wat niet wil zeggen dat telkens de volledige sector in moeilijkheden zit, maar wel dat een belangrijke groep van ondernemingen binnen die sector wel degelijk zich in het segment 3 situeert op dit ogenblik. En dus problemen kan veroorzaken. Vandaar dat we zo hard aan het werken momenteel zijn samen met de overheid om maatregelen te ontwikkelen om die bedrijven erdoor te trekken. Onze angst is inderdaad dat zonder verdere maatregelen we ons mogen verwachten aan een evolutie naar 50.000 faillissementen opbouwend. Dat zal niet allemaal na 31 januari gebeuren. De komende 3 jaar die gaan vallen bovenop het normale faillissementenaantal. Er worden dus momenteel maatregelen daartegen ontwikkeld. Waarom? Heel eenvoudig, omdat niet alleen die bedrijven over de kop dreigen te gaan, maar bovendien in een val riskeren een soort van een lawine-effect, sneeuwbaleffect te veroorzaken. Goed, dit heeft u gezien. Goed, ik heb hier nog een slide van een sector, maar goed, dat heeft minder belang op dit ogenblik. Misschien het volgende. Ik heb u gesproken over, heel kort gezegd dat ik iets ging zeggen over de term connecting the dots. Kijk, laat het mij zo zeggen, dat is een beetje high level. Indien wij op dit ogenblik deze crisis willen beheersen en vooral ervoor zorgen dat onze economie een nieuwe relance kent, dan zijn er heel wat stakeholders die daarbij moeten betrokken worden. Stakeholders dus zoals inderdaad de overheid, de banken, de bedrijfswereld zelf, maar evengoed de rechtbanken, de vakbonden, de belangenorganisaties en dergelijke meer. Het is ongelooflijk belangrijk dat die op een gecoördineerde manier met elkaar gaan samenwerken. Ik zal het houden bij een voorbeeld. Kijk, gezien de positie waarin ik zit, heb ik in de beginperiode van vrij dichtbij de onderhandeling kunnen meemaken tussen de overheid en de bankensector in het kader van het ontwikkelen van wat men noemt de bazooka of het garantiefonds, het bankair garantiefonds. Wat heb ik daar vastgesteld? Dat enerzijds dat het raamwerk, dus de afspraken die gemaakt werden tussen die twee partijen in het kader van die bazooka, eigenlijk zeer degelijk in elkaar zaten. Een goed raamwerk, een goed idee, in eerste instantie goed uitgebouwd. Alleen zie je één probleem, dat is dat de manier waarop dat raamwerk, die afspraken, concreet moesten worden ingevuld, dat die in die periode niet was gedefinieerd. Zodanig dat eigenlijk niemand weet wie nu eigenlijk echt wel moet en kan gebruik maken van die steunmaatregelen en welke bedrijven daar beter buiten vallen. Zodanig dat de banken bijvoorbeeld niet weten waar zij de vrije concurrentie kunnen laten spelen onder elkaar en anderzijds welke bedrijven zij precies moeten aanspreken om effectief van die bazooka gebruik te maken. Wel, u begrijpt dat net het antwoord terug te vinden is in die Nine Grid die u zo pas gezien hebt. Dat is ook de reden waarom die Nine Grid op dit ogenblik volop wordt ontplooid over verschillende van die stakeholders. Omgekeerd, we gaan een stap verder. Wat heeft het voor zin dat dergelijke afspraken wel degelijk worden ingevuld? Dan heb ik het over de overheids- en bankenafspraken. Of dat er bepaalde steunmaatregelen worden gegeven. Denk aan de hinderpremie en de coronapremie en weet ik veel wat allemaal. Ja. Als 2 weken later datzelfde bedrijf op basis van een bekentenis of op basis van een dagvaarding voor de rechtbank verschijnt en de rechtbank volgens de klassieke juridisch correcte uiteraard criteria, zijn de geschokt vertrouwen en een stop van betalingen het faillissement uitspreekt. Dan heb je eigenlijk een massa maatregelen genomen die eindigen op het sterfhuis en vooral voor een enorm maatschappelijk financieel verlies.
Dus ook daar is een heel sterke coördinatie over voor nodig. En ik kan u verzekeren dat daarvoor zijn we momenteel volop aan het werk. Goed, ik zal bijna eindigen door even te situeren op welke manier u als onderneming even goed kunt gebruik maken van die systemen. We hebben niet de tijd om dat in detail te gaan tonen op het platform zelf vandaag. Gewoon even situeren. U kan gewoon via onze systemen toegang krijgen tot het bedrijvenplatform. U kan uw klantenportefeuille invoeren op dat ogenblik. En u krijgt ogenblikkelijk binnen de paar seconden een volledige analyse, eerst algemeen. Met andere woorden, u voert uw klantenportefeuille in en u krijgt onmiddellijk de resultaten op die Ninegrid. Zodanig dat u voor uw eigen bedrijf wel degelijk kunt zien van kijk, dit zijn de klanten die voor de crisis al gezond waren. Ik hoop dat die u al lang kende. Maar dit zijn de klanten, de ondernemingen, de relaties, hè, dan denk ik vooral in de segmenten 3 en 6, die echt door die crisis zelf, op basis van de actuele feiten, echt wel een probleem hebben. Niet onbelangrijk is dat als u met ons zou samenwerken, dat wij u contractueel verplichten om dat ten goede te gebruiken. Ja? Met andere woorden, ja, niet per se dat het niet de bedoeling is dat u die bedrijven dan gaat afstoten die in segment 3 of 6 zitten, maar dat het in tegendeel de bedoeling is dat u samen met die bedrijven gaat nakijken wat de mogelijkheden zijn om ze uit het slop te halen of om ze toch een stukje te ondersteunen. Dus laten we zeggen een ethische afspraak die we dan met elkaar maken. Voor alle duidelijkheid, u ziet dat hier schematisch, maar je krijgt evengoed een zeer concrete lijst van die bedrijven die u aanbelangen, zodanig dat u weet over welke man en welk paard we spreken. En dat is inderdaad een dergelijke lijst waar je dus de segmentsituaties van die bedrijven ziet en ook telkens zult kunnen zien wat de situatie was van die onderneming voor de crisis. Ik voeg eraan toe dat u in het systeem zelf niet alleen uw klanten als dusdanig kunt invoeren, via een btw-nummer bijvoorbeeld, of ondernemingsnummer, maar evengoed bijvoorbeeld de omzetten die u met hen draait, zodanig dat u een dubbele segmentatie krijgt en zowel kunt zien wat hun situatie is ten opzichte van het aantal in uw klantenportefeuille, maar ook ten opzichte van uw omzetsituatie. En u kunt ook andere criteria invoeren om op dezelfde manier ook die tabellen op een andere manier naar voren te krijgen met andere criteria en andere gegevens. Dat is eigenlijk mijn uitleg. Ik dank u voor uw aandacht. Ik zou gewoon nog even privé, en ik mocht dat doen van de organisatie, even willen reclame maken voor het boek dat ik verleden maand heb uitgegeven. Voor alle duidelijkheid, dit is geen bedrijfsboek of wat dan ook. Dit is een zeer persoonlijk week, met ook een zeer persoonlijke analyse van wat er hier allemaal aan het gebeuren is in de huidige crisis. Maar waar ik ook verder kijk en echt toekomstgericht kijk, zoals nadenk over hoe moeten we van hieruit, vanuit deze crisis leren? Hoe kan deze crisis een catharsis zijn? En hoe kunnen wij werken naar een maatschappij die beter in elkaar zit, menselijk is en de mens opnieuw centraal zit? Ik dank u voor uw aandacht en ik dank ook de organisatie dat ik ook dit laatste puntje even mocht meenemen. Ik ben straks ter beschikking voor uw vraag. Goeiedag. Dank u wel, Erik. Bedankt. En het is nu Reginald Nobels van Inasfeer die het scherm gaat overnemen. Ja, goedemorgen iedereen en welkom bij deze webinar. Ik zal mezelf even kort voorstellen. Dus ik ben Associate Director en Business Expert van Emasphere en heb jarenlang ervaring in het begeleiden van bedrijven in verschillende sectoren. Maar op vandaag, ja, heel wat bedrijfsleiders beschikken dus niet over de juiste gegevens op het juiste moment om strategische beslissingen te nemen. We merken dat heel wat bedrijven de data verspreid zijn over verschillende systemen en ook afdelingen. Met manueel werk via Excels die tijdrovend zijn, waardoor natuurlijk ook foute beslissingen kunnen genomen worden. Met dit wordt cashmanagement dan ook heel complex. De crisis leidt toe dat bepaalde bedrijven de fiscale en de sociale schulden met uitstel van betaling gevraagd hebben. Maar goed, dat blijft toch ook een probleem. Waarom? Wel, op een bepaald moment moeten deze schulden betaald worden en vallen in de kaststroom van uw bedrijf, waar er onvoldoende cash zit. En dus de vraag is, hoe kan ik dat
oplossen. Daarom is het heel belangrijk een goed beheer van uw liquiditeit en uw solvabiliteit te hebben. Cash management is op vandaag duidelijk de ademruimte van de onderneming. De bedoeling is ook een overzicht en een inzicht te hebben van uw bedrijf, met betrouwbare cijfers en een duidelijke visie, zodat een strategie kan ontwikkeld worden. Uw buikgevoel volstaat niet. Veel belangrijker is de analyse en de interpretatie van deze cijfers. Op vandaag moet u kort op de bal kunnen spelen, zeker in deze tijden. Snel kunnen reageren op bedreigingen, maar ook op opportuniteiten. Bedrijfsleiders waar een data verspreid zijn in verschillende afdelingen met weinig synchronisatie en zonder real-time informaties, kunnen dan niet gepast bijsturen. Deze situatie heeft als gevolg dat vennootschappen in gevaar kunnen zijn en waar een stap naar digitalisering ook nog niet voltooid is. Daarom wordt de automatisatie van data en de stap naar digitalisering meer dan ooit prioritair. De juiste KPI's en rapporteringen brengen een belangrijke toegevoegde waarde aan uw onderneming, zodat u ook meteen antwoord hebt op de meest cruciale vragen van uw business, zoals: wat is de marge en de rentabiliteit van ieder activiteit of type product? Welke impact hebben de potentiële investeringen op uw cashflow? Alle punten hierboven leiden en zorgen ervoor dat u met vertrouwen de juiste beslissingen kunt nemen die u ook dan toelaat om concrete acties te ondernemen en, heel belangrijk, u beter risico te gaan leiden. Maar laat ons ook het human aspect ook een keer bekijken. Dat geeft u dan ook vertrouwen, motivatie en innovatie. Hierbij kort twee testimonials van klanten, waar ze dan ook de nadruk leggen op korte en accuraat opvolging van een cashplanning. Alzo het dagelijks beheer van openstaande klanten en strikte controle op de uitgaven. Hier samengevat enkele concrete tips over cashflows, must-have cashflows. Wat ik u ten sterkste aanraad is, ten eerste een grondige analyse te doen van uw huidige cashflow. Wat bedoel ik hiermee? Is dat u dagelijks, wekelijks en zo maandelijks uw cashflow van de vorige maandag grondig bestudeert en ook kunnen zien waar lagen mijn pijnpunten en in welke maanden. De bedoeling is dat allemaal te gaan vermijden om dat in de toekomst terug te gaan zien. Tweede belangrijk punt in het ASSEN-systeem is uw klanten en uw leveranciers. En Erik had het ook heel kort aangehaald. Een goede en strenge opvolging van de DSO en DPO is zo belangrijk. Dus u moet uw aging balance zo en zo wekelijks gaan opvolgen om te zien, ja, wat kan ik volgende week betalen of niet. Dan spreek ik daar nog niet over de stok. Stokrotatie is vandaag een gigantisch probleem in de meeste van bedrijven. Die stok die roteert niet. Wat wil dat ook zeggen? Ja, dat geld zit daar in een logistiek gebouw. En door dat feit, die rotatie brengt dat geld niet in uw bedrijf. Derde punt is natuurlijk solvabiliteit en werkkapitaalbehoeften. Je mag zich ook de vraag stellen, hoe optimaliseer ik mijn werkkapitaal? Misschien ook is het goede moment, wat nog veel te weinig bedrijven doen, hoe kan ik mijn balans beter structureren? Dat ga ik ook straks tonen via enkele voorbeelden. En ook een heel, heel belangrijk punt is zich de vraag stellen op basis van uw bruto marge of van uw EBITDA, wat is de rentabiliteit van dit project of van die activiteit of van dit product? Want dan moet je ook harde beslissingen durven nemen. Is dat product niet rentabel? Is er daar weinig toegevoegde waarde op die markt?
beter stoppen en ik neem onmiddellijk mijn verlies, maar dat geeft wel een belangrijke positieve impact op mijn cash. Dan wat ook nodig is, is een omzet- en een kostenscenario opbouwen via dus een P&L-forecast, zoals we het noemen, voor de komende maanden. Dan kom ik hier op de zesde as, die voor mij wel de belangrijkste as is en waar spijtig genoeg veel te veel bedrijven dat niet toepassen. Ze een heel goede en nauwkeurige kasplanning op punt zetten in de volgende maanden en weken. En als je daarbij kunt bijvoegen met verschillende what-if-scenario's, zo kunt u dat uw bedrijf veel beter leiden en die kas beter gaan opvolgen. Maar dat zal ik ook straks verder toelichten met een concreet voorbeeld. En zo is de opvolging van uw dagelijkse transactie, dankzij dus, de Isabel 6, waar je dat concreet beter kunt gaan opvolgen. En zonder te spreken over de schulden, bankschulden, overgeleningen, is het misschien ook het hele goede moment te zeggen, kijk, ik heb hier een goede kasplanning, die zit goed vast, ik zal ik dan met mijn bankier gaan onderhandelen en zien kan ik bijkomende kredieten ontvangen. Hetzelfde geldt met uw investeringen. Dus is het niet het moment om bepaalde investeringen uit te stellen of niet? Maar goed, laat ons onmiddellijk misschien beginnen met enkele voorbeelden van concrete case studies die we in het systeem van Emasphere hebben hier op punt gezet. En dus toon ik het hier even kort door. Voilà. Ik zit hier wel even vast. Ja. Ik zit hier met verschillende schermen. Maar ondertussen kan ik dat even dus grondig bekijken. Laten we toevoegen. Is het feit dat u hebt de mogelijkheid om een overzicht te hebben van de financiële data. Ja, ik heb hier wel een klein technisch probleem om het even te tonen. Dat laat mij al toe om aan Erik een vraag te stellen die in de chat is gesteld. Geen gemakkelijke. Die bedrijven uit segment 7, Erik, die wij nu zouden moeten helpen, is dat geen weggegooid geld? Want gaat die na de crisis niet opnieuw in de problemen geraken? Ja, ik had de vraag inderdaad gelezen. Ik ben het er 100% mee eens. Hè. Dus voor alle duidelijkheid, ik neem daarbij het standpunt in van kijk, wij moeten ons, en daar heb ik het als maatschappij, neem niet kwalijk, als maatschappij heel sterk concentreren op het redden van die bedrijven die door de crisis zelf in moeilijkheden zijn gekomen. Daar geldt volgens mij de redenering van de creatieve destructie niet. Ik wil dat toch even verduidelijken. Creatieve destructie, ik ben de idee niet ongenegen voor alle duidelijkheid, maar is iets dat van toepassing is voor, laten we zeggen, die constante van 5% bedrijven die we terugvinden in een hoog of in een normale hoog- of laagconjunctuur. Ja? En die inderdaad de normale uitval vertegenwoordigen, laat het mij zo zeggen. Als wij segment 3 zouden laten vallen, dan komen we net in die sneeuwbaleffecten die ik zo pas heb vermeld. Maar omgekeerd, en dat is dan het antwoord op de vraag, ja, inderdaad, de segmenten 1, 4 en 7, daar ben ik van mening dat we ze eigenlijk niet moeten ondersteunen. Integendeel, dat daar normale faillissementsprocedures moeten kunnen gelden en dergelijke meer. En dat dat inderdaad weggesmeten geld is. En misschien kan ik dan onmiddellijk de andere vraag erbij nemen, als ik daar tijd voor heb. Of laten we misschien, ik zie dat Reginald de problemen zijn opgelost. Dus ja, we gaan heel even terug naar Reginald en dan kunnen we daarna verder. Dus van die concrete must-have en cashflow tips zal ik hier echt concrete voorbeelden tonen. Dus in eerste instantie, wat überhaupt must is voor bedrijven, is de mensen een financieel overzicht hebben van uw cijfers.
En als ik zeg financiële overzicht, en dat sluit ik ook volledig aan met wat Erik daarnet zei, cijfers die van 2-3 maanden geleden, ja, dat is sorry, maar dat is veel te laat. En daarom heb ik ook de nadruk gelegd op real-time informatie. Wat bedoel ik hiermee? Als je dagelijks al je facturen, verkoopfacturen, aankoopfacturen kunt boeken, dan heb je de volgende dag een update van je aging balance, van je, en kunt je dan ook zo en zo wekelijks en tenminste maandelijks je cijfers hebben. Dus hier heb je bijvoorbeeld, kunt je al op vandaag, zou ik zeggen, de cijfers van de maand december hebben. En niet wachten tot dat de boekhouder nog een maand of twee daar moet klaar mee zijn. Dus ik herhaal het, real-time informatie is zodanig belangrijk, want daar kunt je dan heel vlug op inspelen met enkele belangrijke KPI's, waar je dan ook kunt vergelijken hoe doe ik het beter of niet beter tegenover vorig jaar en tegenover een budget. En met enkele belangrijke, dus ik zou zeggen grafieken. En door het feit dat we nu over kassenstroom spreken, heb je hier een evolutie over de laatste maanden. Hoe evolueert je cash? Een winst- en verliesopvolging is sowieso ook belangrijk, want dan heb je dus de mogelijkheid om, ik zou zeggen, de belangrijke 3 type kolommen naast elkaar te zien. Mijn huidige cijfers, cijfers van vorig jaar op hetzelfde moment, en natuurlijk uw budget. We spreken dan ook een ander belangrijk aspect, is de balansanalyse. Dus ook heel kort, want dat is ook een van de topics van vandaag, de solvabiliteit. Dus wilt je met je kasplanning of wilt je naar bij je bankier gaan? Dat is altijd de eerste vraag die je bankier gaat stellen. Hoe zit het met de solvabiliteit? Ik ga me eventjes stilleggen bij die grafiek, want die is wel van cruciaal belang. Is te zien hoe zit het met de evolutie, uw maandelijkse evolutie van uw werkkapitaalbehoefte. Dus u ziet hier dat de maandelijkse evolutie er op dit moment zo ziet, waar je dan ook verder kan inspelen in de verschillende segmenten van je werkkapitaalbehoefte. Als je daarbij voegt je DSO, de evolutie van je DSO en van je DPO, dan zie je al onmiddellijk een gigantisch probleem in dit bedrijf. Waarom? Ja, concreet, je speelt hier de bankier van je leveranciers. Ik had het ook net aangehaald. Heb je daar nog een lage stokrotatie? Dan heb je hier dus in feite een overzicht van belangrijke elementen en hoe je je cash kunt gaan verbeteren. Hetzelfde geldt ook met die grafiek hiernaast. Wij noemen dat de netto financiële positie. Dat zijn al uw schulden, bankschulden, overige schulden met uw cash. En zien hoe evolueert die. Gaat die naar de negatieve kant? Oké, dan zie je tenminste dat je daar ook maatregelen kunt gaan doen. Ik sprak daarnet ook over balans beter structureren. Je hebt hier je activa en je passiva. Gewoon ook zien, misschien heb je behoefte aan cash. Misschien waarom niet een sale en leaseback doen over een bepaald gebouw. Maar dat zijn allemaal elementen die je toeleidt om beter je balans te gaan structureren. En dan komt het natuurlijk op wel een cruciaal punt, is dus je kas en je kassituatie. Met enkele KPI's. Een heel belangrijk punt is zijn je kasbeweging van de maand of van een cumul met je financiële schulden, uw debiteurenpositie en uw handelsschulden. Dus hier concreet zie je in dit voorbeeld al een belangrijk probleem. Er zit hier veel te veel geld, ik zou zeggen, buiten uw bedrijf. En daar moeten dringende maatregelen genomen worden om die openstaande debiteuren, dat geld daar terug in uw bedrijf te gaan plaatsen. Ook iets heel interessant voor bedrijfsleiders is wat wij dan noemen hier kasprestatie. Dus vaak bedrijfsleiders stellen zich de vraag, kijk, ik had het begin van een periode zoveel op mijn bankrekening, ik eindig met zoveel, waar is dat geld naartoe? En dan kun je dan hier onmiddellijk zien met al uw inningen en al uw uitgaven. Het andere punt, ook interessant is, en cruciaal zou ik zeggen, is dit type tabel. Want daar heb je een volledige controle van je kasstroom.
Dus heel kort uitleggen, hoe zit dat in elkaar? Dus u hebt bijvoorbeeld in de maand maart dus 958.000 euro op uw bankrekeningen. U haalt 66.000 euro van uw klanten, dat zijn dus uw inkomsten, zal ik zeggen. En uw uitgaven zijn komen van het leveranciersloon en zo verder. En dan heb je hier uw operationele uitgaven. Maar die lijn, die operationele cashflow, is van cruciaal belang. Want zo zie je hoe maandelijks uw cashflow evolueert. En dan kun je dan tot conclusies komen. Ja, man, ik zit hier met problemen. Waarom? Wel, kijk, op een cumul, op een 12 maanden of 9 maanden activiteit, heb ik 2.100.000 kas binnengehaald, maar ik heb er door verschillende redenen 2.500.000 eruit moeten halen. Dus zit ik hier met een negatief, met een minwaarde in uw cashflow. Erger nog, je ziet hier het pleintje beneden, heb je nog voor 660.000 euro moeten investeren. Dus je zit hier met een cash drain van meer dan 1 miljoen. Gelukkig heeft dat bedrijf hier een kapitaalsverhoging, of is dat een bijkomende lening van een bank van 1 miljoen binnengehaald om te kunnen overleven. Maar dat zijn zo van die tabellen die zo cruciaal zijn om, ik zou zeggen, iets op te bouwen. Daar wil ik hier nu verder gaan toelichten, is een kasplanning op punt zetten. En ik heb dit hier kunnen samenvatten. Wat bedoel ik met een kasplanning? Hier heb je dus, en met wat if scenario, nog altijd dezelfde layout. Ik ben hier met mijn initieel plan, ofwel is dat een budget 12 maanden, ofwel zijn dat 3 maanden actueel en 9 maanden budget. Ik heb dan mijn eerste wat if scenario. Ik noem dit hier het crisisplan 1 en het crisisplan 2. Dus heel kort, dramatisch. Ja, ik heb hier rond het 50% minder omzet. En dus leid ik gigantisch aan het feit dat ik dan minder inkomsten heb, in mijn kassituatie. Maar ergens, ik heb niets ondernomen om, die cash drain te weerhouden. En dan heeft dat een onmiddellijk negatief effect hier op uw kassaldo. En terwijl in het scenario 2 kunt u zeggen, ja, ik doe misschien tijdelijk werkloosheid. Ik ben gaan onderhandelen met mijn leveranciers. Ik koop beter aan. En uiteindelijk eindig ik hier toch ook met een positief kassaldo. Kan ik ook nog heel, heel kort verder toelichten, maar hoe belangrijk het is te kunnen voorspellen. Dat is echt een goed advies die kan ik kan geven, dankzij die, ik zou zeggen, dit. En op basis van, kunt je dan ook zien, in dat scenario 1, had je bijvoorbeeld het begin van het jaar nog 1 miljoen op je bankrekening, maar je ziet heel vlug dat geld aan het verwateren is, en dan ziet je onmiddellijk, oké, mannen, ik zit hier vanaf mei, juni, met mijn cash in, en het blijft hier verder slepen. Dus wat heb je met dit scenario kunt je absoluut niet bij je bankier gaan, die gaat daar zeker bijkomstlening weigeren. Dus wat heb je als alternatief? Ja, een kapitaalsverhoging doen. Maar heb je daar geld nog voor? Of misschien moet je bedrijf gaan verkopen. Terwijl in het scenario 2 ziet je hier de mogelijkheid om beter te kunnen voorspellen, beter te kunnen anticiperen. En dat is weer het sterktepunt van een kasplanning te gaan opbouwen. Ik kom dan even terug op mijn scherm van mensen. Voilà, hier had ik... Dus heel kort, wie is dan Emasfer? Dus Emasfer werd opgericht in 2014. Op vandaag hebben we dus verschillende... ik heb het hier. Dus op vandaag hebben we kantoren zowel natuurlijk in België als in Frankrijk. En hier, voilà. En we op vandaag zijn er meer dan 8000 klanten op onze platform. We hebben een heel interessant partnership opgebouwd met Isabel,
groep, waar we dan ook rapporteringen kunnen gaan opbouwen op dagelijkse basis, waar we dan ook, dus ik zou zeggen, en waar we dan ook een connectie hebben met Isabel 6, waar je dan dus de mogelijkheid hebt om je dagelijkse kaspositie op te volgen en via dagelijkse automatische injecties en natuurlijk een overzicht hebben van al uw bankrekeningen en in de evolutie daarvan met al uw in- en uitgaven en de belangrijkste kunnen daar gaan onderscheiden. Voilà, dus heel kort samengevat hier, cash management, heel, heel belangrijk. Ten eerste een grondige analyse doen van uw huidige situatie en zien hoe kan ik verder cash gaan genereren in mijn bedrijf. En wat een überhaupt must-have is, die kaspanning gaan opbouwen met verschillende scenario's. En dan natuurlijk de dagelijkse opvolging doen via Isabel Connect. En dan komen we op de rechterzijde, je solvabiliteit, ja, risicobeheer. Waar liggen die risico's en welke impact hebben die risico's op, ik zou zeggen, mijn bedrijf? De bedoeling is dan echt, alstublieft, neem concrete acties. En dit geeft u dan de kans om te gaan overleven in deze moeilijke tijden. Patrick. Dank u wel. Goed, ik ga terug heel even het scherm overnemen. En het is eigenlijk tijd voor vragen. Zo. Voilà. Eerste vraag aan Erik, terwijl ik probeer mijn scherm hier groter te maken. Meteen, van waar komen de gegevens over bankrekeningen en betalingen? Hoe importeert u die in Emasphere? Ik denk dat dat aan Reginald is. Sorry, dat is een vraag voor Reginald. Mijn excuses. Ja, dus die data die komen uit hoofdzakelijk uit twee bronnen. Ten eerste zijn al die data komen uit uw boekhoudpakket. Is dat nu Exact Online of Kleuber of noem maar op. Dus wij hebben daar een connector met al die Belgische boekhoudpakketten. En wij injecteren automatisch al die data die dan omgevormd wordt naar wat u daarnet heel kort hebt kunnen tonen met die grafieken. Tweede, wat we dan meer noemen die operationele data. Dat zijn data vanuit ERP-systemen, uit HR of uit CRM-pakketten die we dan ook in ons systeem injecteren. En dus heb je het grote voordeel dat je zowel financiële data hebt, maar dan ook operationele, waar je dan de twee kunt mengen om dan een beter beleid te hebben voor je bedrijf. Oké, dank u wel. Ook een aantal vragen voor Erik. Eerste vraag. Bestaat de mogelijkheid dat de overheid het moratorium op faillissementen verlengt? ik mag niet uit de biecht plakken, dus ik ga proberen er een beetje rond te zweven en toch een antwoord te geven. Kijk, eerst mijn mening. Ik ben heel sterk voorstander van het niet verlengen van het moratorium, omdat ik ervan overtuigd ben ten eerste dat dat eigenlijk heel de boel falsifieert. Ik zal een kat een kat noemen. En vooral dat het de onzekerheid versterkt. Een verlenging van het moratorium op de faillissementen zorgt ervoor dat de bedrijven eigenlijk niet weten, of nauwelijks weten, welke bedrijven echt ongezond waren voor de crisis. En vooral welke bedrijven nu betalingsproblemen hebben, echt omdat de crisis hen overvalt en in welke mate ze eruit zullen geraken of niet. En die onzekerheid gaat zeer snel leiden tot een weigeren opnieuw te investeren of tot minder investeringen en zal dus onze toekomst net hypothekeren. Dus ik pleit heel sterk voor het afschaffen van of niet verder verlengen van het moratorium. Wat niet wil zeggen dat ik het niet begrijp op dit ogenblik. Voordat we het moratorium stopzetten, moeten er inderdaad eerst een reeks maatregelen genomen worden om te beletten dat we die watervallen van faillissementen gaan kennen.
Nu zijn er op dit ogenblik twee opinies heersend. Heel open. Bij justitie zijn ze ervan overtuigd dat het zo snel mogelijk moet stopgezet worden. En ik kan alleen maar getuigen dat ze daar keihard aan te werken zijn om een aantal maatregelen klaar te zijn. Anderzijds is het zo dat gezien, laten we zeggen, de verlenging van de crisis zelf, van de sanitaire crisis, u weet het, de Engelse variant en de verlenging van het aantal sluitingen tot maart, dat er inderdaad heel wat druk wordt gezet en dat er politieke stemmen zijn die zeggen dat we het nog eens moeten verlengen. Ik vermoed dat we het volgende week gaan weten. Ik, okay, durf dus, ik mag dus geen ja of nee zeggen, maar ik denk dat u het begrijpt. Andere vraag voor Erik. Is het platform van Gredon Europees of enkel toepasbaar op België? Ja, ik ga daar niet gewoon antwoorden met ja of nee. Het antwoord, ik ga beginnen met het spel te doen en dan toch een beetje uitleg geven. Het is Belgisch. En ik zou op dat vlak twee dingen willen zeggen. Ten eerste, ik denk dat wij als Belgen veel te weinig weten hoeveel data in België beschikbaar is over het bedrijfsleven. In die mate zoals dat wij uniek zijn. Ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. In België zijn er 1.300.000 bedrijven. 420.000 bedrijven daarvan publiceren op een of andere manier een jaarrekening. Ik weet niet of u enig idee heeft hoeveel jaarrekeningen er bijvoorbeeld in de volledige Verenigde Staten ter beschikking staan. Dat zijn er ongeveer 10.000. Dat is maar één van de vele voorbeelden om te zeggen, België bekleedt wat betreft data over het ondernemingsleven een unieke positie. Ik ben er trouwens van overtuigd dat we daarin ook een rol kunnen spelen. Door net die massa aan data te hebben, ben ik ervan overtuigd dat wij als land een testterrein kunnen zijn om precies, laten we zeggen, de postcrisis-evolutie te gaan uittesten, te kijken in welke richting we kunnen uitgaan en dergelijke meer. Dat is één. Anderzijds is het zo dat er veel belangstelling is vanuit Europa. Zeer concreet is er een zeer sterke belangstelling vanuit het kabinet Thierry Breton, waar we in voortdurende gesprekken mee zijn. Maar het is niet zo dat wij het uitrollen over Europa op dit ogenblik. Dan nodig ik u uit om via onze website isabelgroep.eu, waar u via het menu toegang krijgt tot evenementen, ook de kalender van Isabelgroep, de webinarkalender, te raadplegen. Allicht zullen wij met Gredon en Emasphere nog webinars organiseren in de toekomst. Mij rest om u te danken, in naam van Erik ook en van Reginald en Koen Gielsen van Gredon, voor uw deelname. En hopelijk zien wij u terug bij een volgende gelegenheid. Dank u wel. Dank u wel. Dank u.